Bussen zoals deze moeten er over 7 jaar door Eindhoven gaan rijden. Een bus zonder chauffeur, zelfrijdend. De plannen lagen er al even, maar nu komt er schot in de zaak. Het geld voor het ontwikkelen van de technologie is inmiddels geregeld. 30 miljoen euro uit Den Haag en 30 miljoen van het regionale bedrijfsleven. De bussen moeten gaan rijden tussen de campussen in de regio. Volgens de gemeente Eindhoven moeten de buslijnen helpen de drukte en verkeersproblemen in en rond de stad te verminderen. Zelfrijdende bussen is geen primeur in de regio. 2 jaar geleden werden er nog testen gedaan met dit busje in Helmond. Die ging ook de openbare weg op, al mocht het busje om veiligheidsredenen maar 17 km per uur rijden.